Vandaag ben ik met de vlammende pijp afgereisd naar Nieuwebrug. Ter gelegenheid van de heropening van Café De Gloeiende Spijker vindt hier de Groene Hart Trucfestival plaats. En wij zijn erbij. Ik sta voor een hele bijzondere Volvo en u bent de eigenaar, meneer Van der Kemaak, als het goed is. Ja, een van de eigenaars, ook met broers. Dus ja, en van Beer van der Kemaak, ja. Wat is nou zo bijzonder aan deze auto, behalve zijn leeftijd? Want 1960 zag ik 1960, en hij is natuurlijk, ja, hij is gekocht door mijn vader, het hele spul, nog in der tijd. En ja, zelf was ik toen 12 jaar. En ik heb er ook zelf nog toch wel vrij veel mee gereden. Hoeveel jaar of hoeveel kilometer heeft hij met deze truck gedraaid? Ja. Kijk, ik heb internationaal op andere auto's gereden, maar met deze naderhand, ja, misschien een 50.000 trailers voorladen, ferry op Rotterdam. Toen werd hij natuurlijk voor alles gebruikt, ja. Ja. Qua prestatie, voldoet hij nu nog aan de huidige normen? Hij komt nog redelijk lekker mee. Hij is 165 pk. Nou, dan mag er misschien een paar van in het weiland lopen, maar ja, op de grote weg, ik draai toch netjes nog 85, hoor, makkelijk. En dit soort auto's, ja, dat stel je niet in de achtertuin? Nee, die staat altijd binnen. Keurig netjes in de hobbyloods. Ja. Wat vindt u van het Groene Hart Trucusfestival in Nieuwebrug? Ik ben hier nu voor het eerst. Ik heb het zo bekeken, maar ik vind het hartstikke leuk. Er zijn grote auto's, maar er zijn ook kleine auto's. En er zijn hele oude auto's. Hallo, goedendag. Hallo. U bent de eigenaar bereider van deze truck? Nou, dit is wel een hele bijzondere truck met ook een hele bijzondere chauffeur. Dag meneer. Dag. Hallo. Is het een mooie truck om in te rijden? Ja. Kan die een beetje snel rijden? Ja. Zit er ook een toeter op? Ja. Mogen wij zo die toeter eens even horen? Ja. Ja. Toeter maar. Ja, behalve oude auto's ook het allernieuwste materieel, inclusief blauwe zwaailampen. Dag meneer, wie bent u? Ik ben Ronald Jaren. Ronald, ben jij de eigenaar van deze mooie truck? Ja, dat ben ik. Wat zit er nou allemaal voor technische snufjes aan tegenwoordig? Ik hoor wel eens camera's, klopt dat? Ja, die heb ik niet. Die heb je niet? Nee, die heb ik niet. Ik zie wel blauwe zwaailampen op het dak. Ja, dat mag eigenlijk ook niet, maar dat is gewoon puur voor de show. Nou, hoeveel uur draai je gemiddeld per week in deze truck? Ja, dat is veel verschillend. Ik kan 50 zijn, ik kan 70 zijn. Dat ligt er maar net aan hoeveel werk aanbiedt het is. Ja. Dus je slaapt ook regelmatig in deze truck? Ik slaap de hele week in mijn auto, ja. 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 Slaapt dat nou lekker, vraag ik me af? Ja, dat slaapt buitengewoon perfect. Mogen we even naar je bed kijken? Maar hij is wel super deluxe, want ik zie zelfs een televisie erin hangen. Ja, klopt. Maar welke zenders kun je dan allemaal ontvangen hier? Alle Nederlandse zenders ontvangen. Ik heb Digitenne erin. Oké, dus je hoeft eigenlijk niet meer thuis te komen? Nee, het is mijn huis op wielen. Nou, ik wens je er heel veel veilige kilometers toe. Ja, dankjewel. Nou, er zijn ook hele mooie nieuwe auto's en die moet je natuurlijk wel goed blijven onderhouden. Dus hier wordt stevig gepoetst. Dag meneer. Goedendag meneer. U bent lekker aan het poetsen zo? Ja. Is dat een beetje uw hobby poetsen? Ja, dat is hobby, hè. Is deze auto uw eigendom? Nee, van de baas, hè. Maar u bent heel zuinig op de auto van de baas? Wij mogen ermee rijden, ja. We mogen ermee werken. U mag ermee werken? Ja. En wat vervoert u zoal? Zeecontainers. Zeecontainers? Ja. En wat is nou zo leuk aan chauffeur zijn? Kunt u dat eens uitleggen voor de tv? Ja, en toch een beetje die vrijheid, want ik kan er echt niet tegen om binnen te zitten. Nee, dat lijkt wel. Lekker buiten staan, dus, gezond. Ja. De ik laatste jaren hoor je veel over concurrentie van de Oostbloklanden. Nou, ja. Merk je daar zelf nou ook wat van? Ja, dat is onderhand niet normaal. Je kan onderhand geen parkeerplaats meer op gaan. Of wat staat het helemaal vol? Met allemaal Oostblokfiguren. Je kan zelf niet meer parkeren. Ja. Dus. Dat is inderdaad schrikbaar en natuurlijk. En dan, dan wil jij ergens onderweg eten. Dat kan dan onderhand niet, want je kan niet parkeren. En als je binnen gaat kijken, dan zit helemaal niemand. Ja.
Er is ook aan het goede doel gedacht. De truckers die meedoen betalen inschrijfgeld. En een deel van het inschrijfgeld gaat naar Kika. Normaliter zijn het alleen de stoere mannen die zo'n cabine vullen, maar er zijn ook dames. We gaan met een van de dames praten, een echte ladytrucker. Wie bent u? Lia. Dag Lia, je bent een van de weinige dames volgens mij als chauffeur hier. Volgens mij ben ik een van de weinigste, ja. Hoe komt dat zo? Ja, ik vind het een heerlijk beroep. Lekker, ik heb jaren geleden, ben ik begonnen op een klein autootje. En het wordt steeds groter en hoe groter hoe mooier. Maar je zegt kleine auto, wat is klein? Daar kon je gewoon met je B-rijbewijs op rijden. Oké, dus eigenlijk een gewone standaardauto. Nou, toen heb ik mijn bakwagen gehaald, chauffeursdiploma, mijn trailer. 8 jaar geleden dus. En wat vervoer je nu zoal en waar naartoe? Ik bevoorraad supermarkten. In zo'n beetje regio Rotterdam. Doe je dat in de nacht of op de dag? Nee, middagavond. Middagavond, dat klinkt vrij lang. Nee, dan begin ik om 3:00 en dan ben ik om 7:30 klaar. Part-time. Als er nou nog dames kijken en die twijfelen, wat zou je ze dan willen zeggen? Ja, doen. Gewoon doen, dat is duidelijk. Gewoon doen. Naast mij staat Dirk van den Berg. Dirk, jij bent een van de 7 pachters van Café de Spijker. Ja, dat klopt, ja. Hoe kom je op zo'n idee om een kroeg te gaan runnen naast je bestaande baan? Ja. Passie, liefde? Ja, wij zijn altijd op zoek om naar iets erbij. Maar er gaat wel veel vrije tijd in zitten. Je krijgt ook nog eens een keer het buitenland. En hoe verdelen jullie dat onderling, die diensten? Zoals ja, dat we hebben een rooster. Je hebt echt een rooster? Ja. En dan mijn zuster, die staat er dan 40 uur in de week in, zeg maar. Dus. En dan jagen jullie de balans opmaken. Ja. En als het dan geslaagd is, gaan jullie op dezelfde voet verder? Ja, zeg maar, eind van het jaar goed gedraaid hebben, dan gaan we verder, ja. Nou, jullie hebben natuurlijk duidelijk allemaal iets met trucks. Ja. De Spijker ligt in Nieuwebrug. Normaliter liggen die truckerscafé vak langs de snelweg. Is dat geen nadeel? Ja, maar truckers komen hier niet zoveel. Vroeger meer, want die hebben hier ook geen parkeerterrein, zeg maar. Dus ja, vroeger stopte er wel meer, dat weet ik, maar het is niet echt een chauffeurscafé. Hè? Het is fietsers, recreanten en dagjes mensen, die komen ook veel langs. Het idee is trouwens ook bij mij geboren. Nou, nog eens een leuk initiatief. Over een jaar weer een Groene Hart Festival, als het geslaagd is. Dan gaat het weer gebeuren, ja. Nou, dan zijn wij van RTV Bodegraaf er weer bij. Ja, dankjewel, Dirk. Ja, oké. Okay. U heeft gekeken naar het Groene Hart Truckers Festival 2013 vanuit Nieuwebrug. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.